plotseling vallen we als bladeren op de grond, dood. Plotseling mocht je dit niet. Dat doet je natuurlijk wat. Als dat was, dat het je niks doet. Gelukkig zijn we nu een beetje overheen. Maar in die periode, die strakke periode, heb ik enkele werken gemaakt. Want het is zelf een werk, een tweeluik, die ik twee virussen noem. Want dan ga ik een stukje verder. Als je de aardbol kijkt in de ruimte, poel, een prachtig ding, mooi, hangt daar in de... Je ziet ons niet lopen. En toch zijn we bezig dat grote machtig ding te vernietigen met open ogen. Jongen, wij zijn ook een virus, hè? Virus voor de aarde, dan dat je twee virussen. Je hebt de COVID-virus, nou vraag ik me af, wie is het ergste? Vandaar mijn simpele uiting en gedachten naar dat. En de andere, je hebt ook schilderen van mij, waar ik mijn kleindochter, het lijkt er niet op, maar geloof me, ik gebruik af en toe ook modellen. Hè? En mijn kleindochter heb ik gevraagd om movement te doen en ik heb het gefotografeerd. En die movement heb ik gebruikt als vorm op mijn werken, waardoor je ook zegt, die komt als een geest, als een ding, en de persoon die... Een maskerkie. Je weet niet? Dat heeft mijn dochter voor aan de model gestaan. Maar zo hebben die dingen van dagelijks gebeurd invloed op mij. Maar voor mij is kunst leven op zich. Maar het is heel erg persoonlijk, hè? Kunnen uiten, vrij zijn, uiten in blijdschap, ook in ellende. En iets kunnen maken waar je later nog op kan terugblikken. Want soms kijk bijvoorbeeld, wat ik heb. Bijvoorbeeld, ik heb nooit een baas gehad in mijn leven. En toch vandaag de dag, ik had een beetje paal van ma, jeep me, dat ik het toch goed terecht ben gekomen. Dus dat allemaal is een kunst aan leven. Leven zelf is een kunst, is een manier van, kijk hier, de pot is ma. Als je drie kinderen hebt, moet je in principe 9 maaltijden per dag op tafel zetten. Dat is een kunst om dat te doen. Hè? Ik ben geen platvoers. Hè? Dus alibi zit nou alleen de ene uit het met brokeerdes. De andere uit het heeft de mogelijkheid op een creatieve, plezierige manier te uiten.